er is gevraagd voor niet in een lange vlog te hebben. Oké, dan ga ik eens een vlogje van 2, 3, 4 minuten maken. Dus dan ga ik gewoon even weergeven wat ik allemaal heb gedaan vandaag. Dus ik ben vandaag ook gaan werken. Kijk maar, ik heb ook mijn werkschoenen aan, dus voor toch te bewijzen. Zie je het, mijn werkschoenen? Ja, oké. Ik heb hier ook gewoon pillen bij, dus ik ben ook even nog langs de winkel geweest en langs de apotheek voor mijn maagpijn. Dus ja, en wat heb je dan ook nog vandaag gedaan op het werk? Ik heb daar zitten te stickeren, dozen stickeren. En dan ook nog plastic ronduit en busjes halen, dat heb ik ook moeten doen. En ah ja, dan ook nog bussen helpen intassen in de dozen en die dozen ook nog te stapelen. Voilà, dat was mijn dagtaak op Globergem. En maar, ik heb al met heel veel steken in mijn maag gehad. En dat is niet leuk. Nee. Dat is echt niet leuk om zo'n steken in mijn maag te hebben. Ook tijdens het werken en al. En nee, ik heb daar niet moeten overgeven en ik ben opnieuw gestopt met werken. Nee, ik heb mijn werk volledig, volledig afgemaakt. Nu nog de eerste sleutel pakken. Maar dan de deur nog niet open doen. Want anders vallen jullie. En dat is ook weer niet de bedoeling. Voilà. Van binnen. Nu. Wat ga ik nu nog vandaag doen? Het is nu al 20 uur 40. Niet meer veel. Dus daarom dat ik ook zeg van het gaat ook maar aan een korte vlog zijn, want ik heb ook deze morgen niet beginnen te vloggen. Ik hoop dat jullie wel hebben genoten van Eurotrack Simulator 2222. En binnenkort nog meer Eurotrack Simulator 2222. En ik heb een downgrade gedaan op Eurotrack Simulator 2. Als ik even stilval met babbelen, dat betekent dat ik een steek heb in mijn maag. En ik zeg het u, dat is niet fijn. Het is echt niet fijn, die steken in mijn maag. Echt waar. Morgen opnieuw bellen naar de dokter toe. Ik heb wel vandaag nog maar één keer moeten overgeven in mijn douche. Ben ik blij omdat maar één keer is. Want de vorige keren waren het 4 tot 5 keren om een dag. En ik zeg het u, dat is appetant. Appetant van mijn maagpijn, maagsfeer, noem maar op. En 's nachts slaap ik dus ook redelijk slecht. Ja, ik slaap 's nachts redelijk slecht. Ik geef dat ook eerlijk toe. Hallo, ik heb mijn studiolamp even aangezet. Oh mannetjes. Juist, ik heb ook dat van het Rode Kruis ook deze moment nog nodig gemaakt, dat is met deze sleutel. De sleutel tot opleidingen bij het Rode Kruis Vlaanderen. Dus hier staat dan ook zo'n stappenplan op, wat je dan moet doen. Surf naar ... en log in met je voornaam, je naam, @vrijwilligers.rodekruis.be. Ga naar de apps pagina en selecteer daar Educo. Je komt nu automatisch op de startpagina van Educo. Oké. En schijnt dat de Rode Kruis Alken mij ook veel hebben gemaild. Dus we gaan dat ook eens bekijken.
Hier, mijn codes mogen allemaal verwijderd worden, omwille van, ja, dat heb ik allemaal niet nodig. Ja, verwijderen. Voilà. Oké, dus, oh, dat staat redelijk nog veel open. 7 terabyte is er al verbruikt op. Oh, holy shit, man. De e-mails van Rode Kruis. Ja. Dat is redelijk veel waard, hè? Even kijken. Ah, oké. Ah, oké. En de 5e maand, daar zijn we al voorbij. Dus vanaf mei ga ik het terug te groeien bijhouden. Maar ja, er is dus blijkbaar ook nog iets gecanceld. De annulatiefestival is gecanceld. Dag van de afdelingen, 25 mei. We zitten al in juni, dat is ook al voorbij. En ik heb dus 25. Ah ja, dus ja. Die is op 21 mei verstuurd. Juist. Oké, ja, maakt niet uit. Bij mij wordt er echt heel weinig gemaild. Als shiften van 19:30 tot 06:09. Van welke de onderstaande provincie aldus werd gepubliceerd en of gewijzigd. Evenement start 5. Gaan we deze ook eens opzoeken op Google? Start 5. Ah, dat is in Alken. Ja, het start 5 hier zijn. Waar gaat dat dan weer al door? Zat er zelfs nog niet bij waar het doorgaat? Oké. Giro, wacht, hè, start 5 Alken, Beukenlaan, hè? Ja, ik ben nu echt eens de dingen aan het bekijken. De hoogte, oh, sorry dat ik jullie heb laten vallen. Oh, sorry. De hoogte van Beukenlaan, 47. Oké. Gaan we dat eens even dus opzoeken waar dat juist is op mijn andere scherm. Maps. Google, ja, plakken, Alken. Wow, dat is ver weg van mij. Ver weg. Hé! Jee! Maar dat is nog redelijk ver weg. Oké, want kijk hè. Nee, ik heb het niet laten zien, of anders zet ik mij iets te veel openbaar van mijn privacygegevens. En dat wil ik niet. Oké, voilà.
Met deze ga ik wel ook al de vlog beëindigen. Het is toch 10 minuten geworden. Sorry. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je het horen wanneer er een nieuwe vlogvideo of een livestream is. Voor de rest, ik ga er eens één keer kijken hoe het nu zit bij FOM. Want ik heb toch een kleine oproepje gedaan voor de inschrijvingen eens open te gooien. Maar daar is nog altijd niks aan het veranderen. En zelfs op Facebookpagina van FOM, daar is ook nog niks aan het veranderen. Dat vind ik wel jammer. Want ik denk dat daar zelfs ook de nieuwe datum al op staat. Nee. Info. Nee. Voilà. Ik kan jullie laten. Dus FOM is nog niet open. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later allemaal. Jojojo.